Tegelijkertijd vormde die Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd ook een inspiratiebron voor de Fransen. In Frankrijk was koning Lodewijk XVI aan de macht aan het einde van de 18e eeuw. En net als zijn voorgangers was hij een absolute vorst. En hij had een groot probleem, want net als zijn voorgangers voerde hij ook heel veel oorlog. En oorlogen kosten geld. En de Franse schatkist was helemaal leeg. Wat kon hij doen? Hij kon de belasting verhogen, maar hij wist als ik dat zou doen, dan zou er waarschijnlijk een opstand uitbreken. Dus ik moet met een manier komen waarop ik toch geld krijg, maar ja, toch de bevolking tevreden hou. En hij besluit om voor het eerst in bijna 175 jaar de Staten-Generaal bij elkaar te roepen. En in die Staten-Generaal, daar zaten vertegenwoordigers van de drie standen. We zitten hier namelijk nog steeds in de tijd van het Ancien Régime. En iedere stand die mocht dus vertegenwoordigers sturen naar Parijs. En die zouden dan gaan vergaderen en uiteindelijk zou er een advies komen aan de koning over of hij de belasting nou wel of niet moest verhogen. Nou, in mei 1789 is het zover. De Staten-Generaal komen bij elkaar. Er komen 300 vertegenwoordigers van de geestelijkheid, 300 vertegenwoordigers van de adel en 300 vertegenwoordigers van de boeren en de burgers. En die laatste groep, die is meteen ontevreden. Want dat hebben we in paragraaf 7.2 al gezien. Zij hadden alle plichten en zij hadden het sowieso eigenlijk veel slechter dan die eerste twee standen. En zij zeiden ook van, het is niet eerlijk dat wij ook maar met 300 mensen zijn. Want wij vertegenwoordigen een veel groter deel van de Franse bevolking. Nou, vooruit, zei Lodewijk, daar heb je gelijk in. Weet je wat, dan mogen jullie met z'n 600 komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Er zijn dus evenveel vertegenwoordigers van de derde stand als van die andere twee standen bij elkaar. En je zou zeggen, dat is al een stukje eerlijker. Maar dat is niet helemaal zo. Want de manier waarop er gestemd werd in die Staten-Generaal is niet zo dat er gekeken werd naar, nou ja, we zitten met z'n 1200 bij elkaar en er zijn er 700 voor en er zijn er 500 tegen, dus het voorstel wordt aangenomen. Of iets dergelijks. Nee, er werd per stand gestemd. En als het dan bijvoorbeeld gaat over belastingverhoging, dan zei die eerste stand, daarvan zijn natuurlijk de meeste mensen, ja, prima, doe maar, want die hoefde toch geen belasting te betalen. Dus de eerste stand was voor. De tweede stand, de adel, ja, die hoefde ook bijna geen belasting te betalen, dus daarvan zullen de meeste ook wel voor zijn geweest. Dus de tweede stand was als geheel ook voor. Ja, en jullie boeren en burgers, willen jullie weer een verhoging van de belasting? Nee, natuurlijk wilden ze dat niet, want die hadden ze al genoeg gehad. Dus de derde stand die stemde tegen. En ja, dan zou je dus zeggen, er zijn net zoveel mensen voor als tegen. Dus je kunt het niet zomaar door laten gaan, maar doordat er per stand werd beslist, was het dus 2-1 en daardoor werd de belastingverhoging dus toch aangenomen. En die vertegenwoordigers van die derde stand, die hadden al heel snel door dat het weer op zoiets uit zou draaien. Dus wat deden zij, nu ze toch in Parijs bij elkaar waren, nu de bevolking toch al steeds ontevredener was geworden, nu besloten zij om hun kans te grijpen. Zij riepen namelijk hun eigen volksvertegenwoordiging uit, de Nationale Vergadering. En wij gaan zorgen dat de belangen van de derde stand goed behartigd worden. En iedereen die wil, die mag zich bij ons aansluiten, ook al ben je van de eerste of de tweede stand. En dat werd eigenlijk een soort, ja, tegenregering zou je misschien wel kunnen zeggen. Maar dat was een heel bont clubje. Want daar zaten dus heel radicale mensen in. Die zeiden van nou, en we moeten meteen die koning een kopje kleiner gaan maken. En we moeten alle edellieden moeten we opsluiten. En alle geestelijken moeten we vermoorden. Maar daar zaten ook heel gematigde mensen in. Die zeiden van nou, we moeten proberen langzamerhand meer invloed in het bestuur te krijgen. En het nieuws van die nationale vergadering, dat verspreidde zich razendsnel over Frankrijk. Heb je het al gehoord wat daar in Parijs gebeurd is? De vertegenwoordigers van de derde stand hebben hun eigen vergadering uitgeroepen. En ik heb gehoord dat de koning er met zijn leger naartoe wil om ze allemaal een kopje kleiner te gaan maken. En die geruchten, die werden steeds sterker. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat de bevolking van Parijs zich ermee ging bemoeien. Want op 14 juli 1789 bestormden zij de Bastille. De Bastille was een groot kasteel.
midden in Parijs, dat om was gebouwd tot een soort gevangenis en een soort wapenopslag. En om te voorkomen dat de koning die nationale vergadering aan zou pakken, bestormden dus de Parijse burgers die Bastille. Ze namen wapens in beslag, ze lieten gevangenen vrij. En die bestorming van de Bastille, die wordt eigenlijk als het beginpunt gezien van de Franse Revolutie. Vanaf dat moment was de bevolking in opstand, want die opstand sloeg over van Parijs naar de rest van Frankrijk. En in de zomer van 1789 waren er overal opstanden, in de steden en op het platteland. Ja, en de koning moest daar wel naar luisteren. Hij moest wel luisteren naar die nationale vergadering. En uiteindelijk werd er besloten dat er een grondwet moest komen. Net zoals die Amerikanen dat dus al hadden. En daarmee werd Frankrijk een constitutionele monarchie. En die grondwet, die koning kon zich ermee verzoenen, omdat dat een vrij gematigde grondwet was. Dat die grondwet gematigd was, bleek al uit het feit dat de koning mocht blijven bestaan. Maar hij moest zich nu voortaan wel aan de grondwet houden. Dat is een constitutionele monarchie. Er is een constitutie, een grondwet, maar tegelijkertijd is er nog een monarchie. Is er dus nog een koning aan het hoofd. En in die grondwet, daarin werden dus onder andere de drie standen werden afgeschaft. En door het invoeren van die constitutionele monarchie kwam er dus een einde aan dat ancien régime. Dat was nu eindelijk voorbij, na honderden jaren. Maar voor een aantal revolutionairen was dat niet genoeg. Die vonden het helemaal niks dat die koning aan het hoofd bleef. En die waren bang dat de koning in het buitenland hulp ging halen om alsnog de revolutionairen op te sluiten en een einde te maken aan de hele opstand. En daarom namen een aantal radicale revolutionairen die namen de macht over. Zij stonden onder leiding van een Robespierre. En die Robespierre die bracht eigenlijk iedereen ter dood die het niet met zijn ideeën eens was. En daarom wordt die periode, die ongeveer 1,5, 2 jaar duurde, wordt ook wel de periode van de terreur genoemd. En in die periode zijn er met behulp van de guillotine duizenden Fransen gedood. Ja, uiteindelijk kwamen er dus ook weer mensen in opstand tegen Robespierre en die zijnen. En Robespierre eindigde dan ook zelf onder de guillotine. En er moest dus weer een nieuw bestuur komen. Een einde aan de terreur en er kwam een nieuwe grondwet. En die grondwet, dat was weer een meer gematigde grondwet. Maar je ziet het eigenlijk al gebeuren. Ze zijn 6 jaar verder en nog steeds zijn ze er niet helemaal over uit hoe het land nou precies ingericht moet worden. Welke kant het land op moet. Dat geruzie, die strijd, die blijft maar doorgaan. En langzamerhand krijgt een steeds groter deel van de Franse bevolking, die krijgt er genoeg van. En als dan in 1799 er een generaal de macht grijpt, die zegt van, en nu komt er rust en orde in het land, nu stel ik orde op zaken, dan vinden veel mensen dat ook prima. Die generaal is Napoleon. Hij regeert vooral in zijn eentje. Maar, en dat past dus helemaal niet bij die ideeën van die Franse Revolutie, dat was helemaal niet bij de uitgangspunten van die revolutie, maar hij creëert rust en hij maakt een einde aan de chaos die Frankrijk dan al 10 jaar in zijn greep heeft. En daarom steunen veel Fransen toch zijn beleid. Ja, en doordat die Franse Revolutie uitbreekt, breekt er uiteindelijk ook in Nederland een opstand uit, de Bataafse Revolutie. Nederland was in de 17e eeuw een van de rijkste landen van Europa geweest. Maar in de loop van de 18e eeuw raakte men die voorsprong op andere landen steeds meer kwijt. Men had het gevoel dat het steeds slechter ging in de Republiek. En daardoor ontstond er steeds meer onrust in het land, steeds meer oneenigheid. En er waren een aantal mensen die daarvan het bestuur de schuld gingen geven. Jullie zorgen ervoor dat ons land naar de knoppen gaat. Die mensen die dat zeiden, die werden de patriotten genoemd en zij richtten zich tegen de stadhouder. Tegelijkertijd waren er nog steeds een heleboel mensen die wel de kant van het bestuur kozen. Dat waren de Orangisten of de Prinsgezinden. En zij waren voor de stadhouder. En tussen deze twee groepen kwam het regelmatig tot ruzie. En in de jaren na 1783 zie je af en toe dan ook kleine opstandjes, onrust in de steden, maar uiteindelijk maken die patriotten het te bont en de stadhouder
Die haalt zijn schoonbroer uit Pruisen erbij. En de patriotten worden uit Nederland gegooid. Ze moeten vluchten naar Frankrijk. In Frankrijk hebben ze de tijd om eens goed na te denken over wat ze nu eigenlijk precies willen met het land en hoe ze het aan willen pakken. En als daar dan de Franse Revolutie is uitgebroken, dan zien ze op een gegeven moment in, nu is het voor ons de tijd om terug te keren naar ons eigen land. En in 1795 staan de patriotten dan ook voor de deur met behulp van een heel groot deel van het Franse leger. En zij nemen dan razendsnel het land in. Dit wordt de Bataafse Revolutie genoemd, of de Bataafse Omwenteling. En ja, daardoor werd er ook hier een nationale vergadering opgericht. En die nationale vergadering, die hadden ze ook als eerste taak voor zichzelf gesteld om ook hier tot een grondwet te komen. Die komt er uiteindelijk pas 3 jaar later. En in die grondwet, daarin wordt bijvoorbeeld ook weer die vrijheid van godsdienst vastgelegd. En ook hier zie je dus in ons eigen land dat er een bestuur komt dat gebaseerd is op die ideeën van de verlichting. De invloed van Frankrijk die blijft enorm groot. En uiteindelijk wordt de Republiek wordt zelfs een deel van Frankrijk. Als Napoleon hier de boel overneemt en zijn broer als koning aanstelt. Daarmee komt er een einde aan een heel onrustig laatste kwart van die 18e eeuw. Waarin de burgerbevolking heeft geprobeerd om meer inspraak in het bestuur te krijgen. Hier nog even alles op een rijtje. Kijk er nog eens rustig naar. Zet even op pauze. En dan kun je de revoluties, voor zover dat gaat, een beetje met elkaar vergelijken.